Wij komen in aanmerking voor die prijs omdat het vernieuwen ons in het bloed zit. Elsendorpers die zijn begin vorige eeuw overal vandaan hierheen gekomen omdat ze, het was een ontginningsgebied en in de beel kreeg je die pioniers die overal zich neerzetten. En ze moesten wel zelf alles opbouwen. En Pater van de Elzen, dat is de man naar wie het dorp genoemd is, die was ook de grondlegger van de coöperatie. En er zijn altijd Elsendorpers geweest die de weg wisten. Wat de regeltjes waren, wat wel mogelijk was en wat niet mogelijk was. En als we dat nodig vonden dat het gedaan werd, dan deden we zelfs het onmogelijke. We konden dus onze eigen weg vinden. En waar Elsendorpers ook heel goed in zijn, is verantwoordelijkheden krijgen, claimen. En daar dan ook maatschappelijk mee omgaan. Toen hier ooit een dorpshuis gebouwd moest worden, daar zijn wel subsidies voor, maar uit eigen zak is er een heleboel bijgelegd. En daardoor werden de Elsendorpers mede-eigenaar. En bij de onderhandelingen later ga je dus als mede-eigenaar anders de onderhandelingen in dan wanneer je maar moet wachten en vragen of wat kan er wel van, hè? Dus het is een dorp dat weet wat het wil en er is een dorp met ondernemingszin. Er zijn 40 bedrijven. En die leveren meer werk dan voor die duizenden Elsendorpers nodig is. Dat zijn pioniers. En die hebben met elkaar gezegd zelf, dat zijn ondernemende mensen. En die hebben eigenlijk diezelfde lijn uit de historie doorgezet. En die hebben gezegd, nou wij gaan ondernemen. En de gemeente die heeft eigenlijk gezegd, nou als jullie het initiatief nemen. En bij wijze van spreken ervoor zorgen dat het plan klaar is, dan gaan wij het faciliteren. Dat is eigenlijk een beetje, enerzijds een hele bescheiden opstelling van ons. En anderzijds eigenlijk het vooruitlopen door het dorp zelf. Maar het werkt ook inspirerend ten opzichte van de andere dorpen. Want die hebben nou ook de zaken zelf aangepakt. En vervullen eigenlijk dezelfde rol. Dus ze zijn in dat opzicht ook weer pioniers. Je zult overal horen dat de relatie met de gemeente en Elsendorp dus een hele bijzondere. En op die manier ontstond er ook een visie op waar we naartoe wilden, hoe we dat in elkaar moesten zetten en welke voorzieningen nodig zijn om Elsendorp leefbaar te houden. Dat gaf een zicht op wat er allemaal nodig is en dat was een uitdaging, daar gaan we voor. De school was hard aan vernieuwing toe, het dorpshuis met de bijbehorende gymzaal vroeg om onderhoud, behoefte aan zorgwoningen, eigen ruimte voor de jeugd en aan thuiszorg en bovendien voor meer ruimte voor jonge gezinnen. Want als je als dorp niet zorgt voor aanwas voor jonge gezinnen en woonruimte voor die jonge gezinnen, dan valt een hele generatie weg in het dorpsleven. Krijg je minder kinderen op school, minder leden van vereniging en krijg je dus een neergaande spiraal. En daar houdt Elsendorp niet van. Dus die brede school is er gekomen. Het is van iedereen, het is een gemeenschappelijke aanpak. En we brachten ons eigen dorpshuis in, waardoor we mede-eigenaar bleven. De Dompelaar is precies geworden wat we wilden. We hebben vooral echt goed gekeken naar wat er mogelijk is. En heel veel vrijwilligerswerk doen. Dat werkt natuurlijk ook. En Elsendorpers voelen zich niet eens vrijwilliger. Vrijwilliger, wat woord. We doen het gewoon. Het is voor onszelf. En een voorbeeld daarvan is ook de zorg voor ouderen. Die kan je wel overlaten aan allerlei instanties die allemaal een stukje van het werk kunnen doen. Dat hebben ze hier op een andere manier opgepakt. We geven zorg op maat. We organiseren het zelf samen met een particuliere instelling. En we hebben dus geen verschillende hulpverleners voor verschillende taken, maar de bekende Elsendorpse gezichten op je stoep. Nou, en die woongelegenheid, dat was ook een idee, vooral die jonge gezinnen. En wij praten hier in Elsendorp dus over Elsendorp Noord. Dat klinkt een beetje pretentieus voor een dorp van 1000 inwoners. Maar het is wel 50% van de bevolking die toeneemt. En die 1500 hebben we nodig om alle voorzieningen die er nodig zijn, om die goed draagvlak te geven. Dus die commissie 1500, die heeft dat allemaal voorgewerkt. Die heeft heel veel organisatiewerk op zich genomen. En er was een wethouder die zei, ik heb nog nooit zo weinig werk aan een project gehad als hieraan. En als er kavels uitgegeven worden, dat gebeurt niet met een loting of zo. Wel nee, ze kijken welke kavel bij wie past en er wordt gebouwd naar behoefte. Zo doen wij dat. Nou, wij voldoen aan de criteria omdat we duurzaam en integraal te werk gaan. Dus niet zomaar ad hoc, maar wat. Het gaat uit van een breed gedragen toekomstvisie. We hebben wel onze eigen plannen, maar die brengen we in netwerken. Het is niet alleen maar voor ons, maar we zien het brede geheel. En we weten onze eigen initiatieven uit te werken en leveren daar ons aandeel in. En waar we heel goed in zijn, is de anderen enthousiast maken.
En ze laten meedoen, ze uitnodigen om mee te doen. En dat werkt altijd. We zijn denkers en doeners. We schakelen externe in als het nodig is, maar we houden zelf de regie. Dus er is geen echte grenzen van jij bent van die en jij bent van die. Nee, we zijn allemaal Elsendorpers. Elsendorp, a small village, great people.